Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Gaat weer, echt serieus. Nou, in ieder geval bedankt dat jullie kijken alvast. Doe alvast een duimpje omhoog, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En alvast een dikke kus van mij, maar goed jullie weer te zien. Als jullie deze video zien. Dus in ieder geval bij deze. Even een mini shoplog, even bij de Action geweest. En daar heb ik een aantal pleisters in geslagen. Dat zijn de beste pleisters die er zijn. Dus ik heb er 2, 4, 10 ingeslagen voor 89 cent. Deze aanbieding is al lang voorbij. Sorry, bij deze. Mijn excuus. En bij de Kruidvat heb ik 2 lipsticks gehaald van 640. Ja, je kan het net niet zien. En dat was normaal 15,99 en ik heb nog een korting gekregen van 50% van 3,50. Dus dit is al een paar aantal dagen geleden. Zo'n 12,8 zeg maar. Dus bij deze, ik heb een strandtas gekregen, maar die heb ik ergens neergelegd en ik weet niet meer waar. En dan heb ik ook nog zo'n sieradenrekje gekocht. Ik vond die wel heel leuk. Hij was 6,99. En ja, 6,99. Dus ik kreeg deze met 3,50 euro korting. Kreeg is die gele sticker. En dan ga ik naar Crea Clay. Daar heb ik oorbellen gekocht. Ik heb een paar dubbele. Zijn deze twee, maar is ook niet erg. Die vond ik heel leuk. Deze vond ik heel gaaf. Ja, en deze, ze zijn van het kaartje afgevallen, maar die. Oh, als je wil weten hoe duur ze waren, ik weet het niet meer, want ik heb hier geen bon en de factuur kan ik niet meer vinden. Deze vond ik zo cute. Pannenstoeltjes, echt hers. En deze helemaal. Ja, die zijn de bom. Daar was ik verliefd op geworden. Dus die. Maar ja, Connie zou Connie niet zijn als ze niet bij haar bijna geliefde webshop gekocht heb. Dan heb ik in ieder geval een cadeautje gekregen. Deze cute vlindertjes. Zo cute. Dankjewel Miranda. En deze vond ik zo. Daar was ik echt op slag verliefd op. Maar net zo goed als op deze. En deze. Zo cute. En die. En die. En deze was het laatste kantje. Ik vond ze zo cute. Ik moet eigenlijk niet laten. Dus dat was de eerste bestelling. Even die in de andere. Kan ik die zo opbergen. En heb ik er nog twee gekocht. En die even opzij. Leider. Deze vond ik zo leuk. En deze. Dat is geloof ik wat ik een beetje geshopt heb. Ik zit alweer achter de laptop. Want ze komt weer met nieuwe uit. En er zitten er een paar tussen die ik echt graag wilde hebben. En dan ben ik ook nog even naar de Big Bazaar geweest. Daar heb ik de vlindertjes. Koekjesdingen gekocht. En deze, die zijn de best, de balm. Dus die. En ik geloof dat het was. Ja. Ja, dat was het. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en dan blijven jullie altijd op de hoogte. De dinsdag en de donderdag doe ik altijd filmpjes online. Maar ik loop alweer heel ver vooruit. Dus dankjewel in ieder geval voor het kijken.